Hij begint voor Nederland op dit slotonderdeel. De 4x400 meter overgegeven. Daar staat Terence Aggard. En die krijgt het stokje nu. En Bonaventia die gaat daar zelfs tegen het kunststof. Zo kapot was hij. Maar hij gaf het stokje goed door. En zo rukt Nederland op naar plaats 6. Ja, die Aggard, die loopt sterk. Ja, Nederland doet mee. Serieus mee in deze 4x400. Nu Van Diepen, kop erbij houden. Goede positie kiezen. Nederland op de derde plaats. Oh, wat gaat die Van Diepen? Goed, die gaat goed. Die heeft nu het stokje doorgegeven aan Ramzi Angela. Die moet in de rug van de Botswaner. Ndori, die loopt supersnel hoor, Ndori. Die was een van de allersnelste. Verenigde Staten gaat naar goud. En dan Botswana. En dan Angela. Hou die ontspanning. Angela! Ja, hij maakt het voor Nederland. Dit is ongekend. Angela wel voor zilver zelfs. Angela! De borst naar voren. Ja, zilver voor Nederland. The Olympic record. Brilliant steal there from the Netherlands to come home in second place. Angela on the anchor leg. And now the two teams, the men and the women, can celebrate. That's a national record. But just outside the Olympic record. Ik wil eigenlijk maar één vraag aan jullie allemaal. Wat is jouw verhaal bij deze zilveren plak? Verhaal van vriendschap en echt een team spirit. Ik heb dit met hart en ziel gelopen. En ja, beter dan dat kon ik echt niet doen. Ik wist dat als ik het stokje goed overdraag aan Tony en dan Ramzi, dan komt het allemaal goed. Keiharde doorzettingsvermogen en geloof. Geloof in dat het allemaal echt mogelijk is. Jouw verhaal. Ja. Waar is je medaille? Ja, mijn medaille, ja, ik wil gewoon zeggen, Jochem heeft mijn medaille. Want zijn medaille moet nog komen. Dus hij is ook deel van het team. Hij heeft de semifinale gelopen. Zonder hem zijn we helemaal niet tweede. Ja, en je kan weer geen vooraan wat je wil voorlopig, ja. Ja, en mijn verhaal is gewoon, ja, gewoon dreaming and belief. En hard work. Is de team spirit bij dit onderdeel. Atletiek is een hele individuele sport. En bij de 4x4 heb ik zo gemerkt dat het zo'n team effort is. Ik heb de series gelopen bij de mixen met de 4x4 mannen. En allebei kreeg ik dan te horen van, nou, het is het beste voor het team om een andere opstelling te doen in de finale. En dat is moeilijk. Maar dat is wel hoe we uiteindelijk met z'n allen gewoon op het allerhoogste niveau komen. Dus deze medaille is gewoon de team effort. En daar ben ik ontzettend trots op. 4x400 zilver! But we did create a really nice dynamic which make them suffer together and that makes let it feel a little bit less hard. So we just pushed them and they did peak and achieve their best race so far at the same moment.